vanuit mijn eigen ervaring is, want ik ben ook continu nieuwe onderwerpen van wiskunde aan het bestuderen, maar dan natuurlijk op universitair niveau, is dat ik, als ik dan, dat is wel een Engelstalig, als ik een filmpje bestudeer, dan kan ik het terugspoelen, kan ik kijken van god, ik nog een keer kijken. En dat is juist zo goed aan wat docenten heel veel doen, ook van andere vakken, YouTube-filmpjes neerzetten, kijk het nog eens een keer, spoel het terug. Het is ontzettend leerzaam. Dus ook nu voor je examen, neem even de tijd om de plekken te zoeken waar je kan zijn, liefst bij ons, om te leren nog een keer hoe het moet. Nou, het verhaal is als volgt. Ik kom uit uit de automatiseringswereld, uit de internetwereld. En in het verleden heb ik heel veel websites gemaakt. En toen ben ik ook wiskunde gerelateerde websites gaan maken. En dat is eigenlijk ook begonnen met wiskunde.net. En dat is een website dat hoofdzakelijk de opgave uit het schoolboek uitlegt. Dus leerlingen die zitten op school of zitten thuis, slaan een boek open. Hoofdstuk 8, bladzijde 24, die opgave. En die opgave vinden ze moeilijk. En zo hebben wij met een aantal mensen hebben wij alle wiskundeopgaven hebben uitgelegd. Dus dat betekent dat we op dit moment bijna 8000 opgaven hebben uitgelegd. Ja, eigenlijk vanuit een passie voor zowel internet, maar ook als een passie voor wiskunde. In relatie met om leerlingen te helpen, want ja, die zitten tegenwoordig nogal eens wel eens vast met het vak. En ik heb toen gevraagd van god, zou jij niet samen met mij ook de schooluitwerkingen willen doen, dus van het boek? Nou, daar had hij in het begin eigenlijk niet zoveel zin in. Maar goed, later bleven we toch met elkaar in contact en uiteindelijk toen wilde hij het toch wel doen. En toen zijn we de draad op gaan pikken en zo is het balletje gaan rollen. En wat wij doen is wij schrijven mee met een pen. Dus wij lezen niet een PowerPoint voor, hè, wat je ook ziet. Goed, maar wij kiezen ervoor dat een docent echt met een pen schrijft, schrijft, schrijft. Waardoor je echt de opbouw heel goed ziet. En dat doen we in een computerprogramma. En daarna wordt dat... eigenlijk nemen we alles op in één keer. Want als wij 8000 huiswerkvideo's maken, die kunnen wij niet editen, knippen, opnieuw. Want dat kost een half uur per video. Dus die tijd hebben we niet. Dus we nemen het in één keer op. En er zullen best wel eens wat fouten in zitten, dat kan. Maar dat nemen we voor lief. Het gaat ons niet zozeer om de perfectheid, maar wel om dat het er staat, zodat de leerling de uitleg heeft. Nou, ik heb sowieso nog een plan wat ik graag zou willen uitvoeren. Is dat we met een aantal docenten zeggen, wij gaan bijvoorbeeld maandagmiddag van 4 tot 5 gaan wij de stof uitleggen van MAVO 4. En maandagmiddag van 5 tot 6 gaan we de stof uitleggen van 3 HAVO. En hoe fantastisch zou het dan zijn, is dat je dus, stel je gaat maandag van 5 tot 6 hoofdstuk 8 even uitleggen, want daar zijn de leerlingen op dat moment van 3 HAVO, dat je 10, 20, 30.000 kijkers hebt. We hebben ook wiskunde-a.nl en wiskunde-b.nl. Daar hebben wij per hoofdstuk, per bladzijde een video gekoppeld. Die komen wel uit YouTube, dus dat is niet onze eigen content. Maar die staan er ook op, zodat we dus leerlingen zowel kunnen helpen met de uitleg van de onderwerpen, maar ook met de huiswerkopgave. Op wiskunde.net, dat is de site waarbij dus de huiswerkopgave wordt uitgelegd. En op wiskunde-a.nl, wiskunde-b.nl, dat is de uitleg. Maar we hebben ook MAVO4.nl, HAVO3.nl, VMBO-kader.nl, om ook die groep mensen natuurlijk ook te kunnen bedienen. VMBO 2 en dan denk ik dat ik... MAVO3.nl hebben we ook nog. Dus we hebben een hoop neergezet, gewoon puur voor onze leerlingen om ze een stapje omhoog te krijgen met wiskunde. En altijd, wiskunde blijft altijd, opgaven maken.